ondermijning mag geen voet aan de grond krijgen. Ook niet als het gaat over milieukwesties. Tientallen vrachtwagenchauffeurs zijn woensdag van de N18 geplukt en aan een flinke controle onderworpen door onder meer de politie en de douane. In het kader van de Week tegen de ondermijning vinden er verspreid door de hele Achterhoek controles plaats. In Groenlo werd vooral gekeken naar milieucriminaliteit. Het kan zijn dat er bepaalde papieren niet kloppen. Het kan zijn dat bepaalde kilo's van ladingen niet kloppen. Dat bijvoorbeeld een bepaalde lading te groot is voor op de vrachtwagen. Maar het kan ook zijn de inhoud van de vrachtwagen. Daar kunnen ook bepaalde, nou ja, misschien de regels niet goed aan zijn. Of de inhoud kan niet juist zijn. Daar wordt op gecontroleerd. We willen als overheid een vuist maken tegen ondermijnende criminaliteit. En daarnaast willen we burgers attenderen op het belang van de signalen die zij buiten zien. Dat ze die aan ons doorgeven. Omdat dat vaak de basis is van de onderzoeken die wij draaien. En daarnaast willen we de criminelen laten zien dat we er zijn. Dat we op ze jagen en dat we daar als overheid de vuist tegen maken. En daarom zijn wij vandaag in Noord- en Oost-Gelderland met ruim 300 collega's en partners aanwezig. Nadat de chauffeurs van de weg zijn geplukt, moesten ze zich melden op een parkeerplaats bij bedrijventerrein De Laarberg. En in die straten worden ze gecontroleerd door onze collega's, maar ook door de douane, ook door de Nederlandse Waren- en Voedselautoriteit, maar ook door de Omgevingsdienst. Zo werken we echt met alle samenwerkingspartners samen om uiteindelijk toch ondermijnende praktijken op te sporen. Dit is echt voor de Achterhoek denk ik heel belangrijk dat zoveel diensten bij elkaar zijn, want je kunt van elkaars kennis gebruik maken. En nou, deze locatie leent zich er denk ik ook goed voor, dus het is een stevig signaal van politie en de andere diensten die hier zijn om echt op te treden tegen ondermijning. Met de controle langs de N18 is de kous nog niet af. Ook op andere plekken in en rond de Achterhoek is de politie de komende dagen zichtbaar. Vanavond zullen de grenscontroles plaatsvinden bij eigenlijk alle kleine grensovergangen in de gehele Achterhoek. En de rest van de week staat ook in het teken van ondermijning. Dat betekent dat er allerlei integrale controles plaatsvinden die lokaal zijn georganiseerd. En ook daar wordt met integrale bril gekeken, worden partners bij betrokken om die verbinding met die partners en met die bevolking te vinden.